Hoi allemaal en welkom bij deze tekenles waar we twee ogen gaan tekenen. Ik had veel aanvragen van mensen die één oog wel redden, maar op het moment dat ze er twee moeten tekenen, dan komen ze in de problemen. Dus vandaar. En daarnaast wil ik eventjes het verschil laten zien tussen het tekenen met geperst houtskool, gecombineerd met een zwart kleurpotlood en een doezelaar, in vergelijk met het tekenen met een grafietpotlood. 8B grafiet is het donkerste, het zwaarste wat ik heb in huis. Maar je zal zien dat zelfs een 8B grafietpotlood het in verre niet redt bij het geperste houtskool. Je ziet dat hier. Je hebt gewoon veel meer contrast en het werkt ook heel veel sneller. Dus geperst houtskool, dat is dus anders dan het natuurlijke houtskool. En wat je hier ziet is eigenlijk twee pingpongballen. En die rechtse pingpongbal is dus groter dan die linkse pingpongbal, omdat de persoon in kwestie om de hoek kijkt. En op die pingpongballen teken je dan die irissen. En daar overheen komen dan de oogleden. Je ziet zeg maar de perspectieflijnen hier. Dus in verhouding. Dus dat linkeroog is beduidend kleiner dan dat rechteroog. En je ziet ook de lijnen tussen de pupillen in. Printplaten en alles kun je vinden op mijn Patreon-pagina voor jouw studiedoeleinden. Samen met heel veel meer tips over tekenen met allerlei soorten technieken. En je ziet dus die verdwijnlijnen en die pingpongballen die daar in verhouding dus tussen passen. En daar overheen gaan we dus die oogleden tekenen. Iedere hoek is natuurlijk anders waarin iemand kan kijken. Dus kijk goed naar je model of misschien teken je vanaf een foto. Dus kijk goed naar de hoek waarin dus de persoon kijkt. En als je dan die pingpongballen niet meer nodig hebt, dat zijn je hulplijnen, dan kun je die weghalen. En nu dus het demonstreren van het materiaal geperst houtskool. Je ziet dat je meteen een heel zwart effect hebt. En je hoeft maar een heel klein beetje van dat zwarte houtskoolpigment toe te passen op je tekening. Ik begin met het linkeroog. En wat opvalt is dat de wimpers dus achter die pingpongbal vandaan komen. En de iris kijkt een beetje het onderste ooglid in. En wat ik verder doe is een klein beetje schaduw inbrengen. Dus ik zet eigenlijk een beetje pigment in op de vorm van dat oog wat ik wil tekenen. Hier kun je goed zien hoe die wimpers achter die pingpongbal vandaan komen, die oogbal dus. En als je dan een beetje van dat pigment hebt, dan neem je je doezelaar en dan werk je dat pigment je tekenvel in. Het is ook prachtig voor de schaduwen en het gaat heel snel, dus je hebt al heel snel die schaduw. En waar je met grafietpotlood dus best lang bezig bent om heel voorzichtig schaduwen in te tekenen, dat gaat met houtskool dus ontzettend snel. Je gaat er gewoon met de blenderstick overheen en je kijkt gewoon naar de donkerste en lichtere delen van het oog. En als je dat dan hebt ingewerkt met die doezelaar, dan maak je je tekening weer wat feller door weer dat houtskoolpennetje op te pakken. En hier teken ik de mascara weer erin. En ik haal dus zeg maar dat zwart, het allerzwartst haal ik dan weer omhoog. Je ziet hier ook dat er veel schaduw in de oogbal zelf valt. En dan schakel je over naar dat zwarte kleurpotlood.
En die kun je tot een veel fijner puntje slijpen dan dat houtskool. En daarmee teken je dan de spiertjes in de iris erin. Het effect is meteen best wel heel realistisch. Dus die details met dat zwarte kleurpotlood, die kun je dus makkelijk uittekenen over het uitgewreven, geperste houtskool heen. We zullen ook eens naar het rechteroog kijken. Ik teken eerst de pupil erin. En heel belangrijk is natuurlijk de uitsparing van het lichtpuntje wat dus op die iris valt. En ik ga hier eigenlijk hetzelfde te werk. Je ziet dat de iris hier wat meer midden op die oogbal zit. Terwijl bij het linkeroog, die iris kijkt die ooghoek een beetje in. Dus langs die ooghoek op. En het rechteroog kijkt, dus staat wat meer in het midden. Ik teken het bovenste en onderste ooglid ook erin. En uiteraard ook de wenkbrauw. Ik hou een beetje rekening met de manier waarop die wenkbrauwhaartjes groeien. En dit is zo'n mooie geëpuleerde wenkbrauw, stel ik mij voor. En deze dame heeft mascara op en eyeliner enzovoort. En hier ga ik dan alweer met die doezelaar alles het tekenpapier invrijven. En ik gebruik het dus ook voor die schaduwen hier die onder dat oog vallen. En ik vervaag eventjes ook de wimperhaartjes, dus die... Dat die mooi wazig worden. Daar kan ik dan weer overheen later. Ook in die oogboog. En een beetje schaduw hier onder die wenkbrauw zelf. En dat gaat dus ontzettend snel met die doezelaar. Je ziet dat het houtskool een beetje een bruinig effect heeft als je dit uitwrijft. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Dan weer... Het houtskool, daar weer overheen. Dus nadat je gedoezeld hebt, even weer terug daarin met dat geperste houtskool. En ik teken als het ware die mascara op die wimperhaartjes. En dan trek ik een beetje pigment zo dat oog in vanuit die pupil. En dan pak ik weer dat zwarte kleurpotlood. Hier kan ik nu dat randje van die iris helemaal precies erin tekenen. En al die spiertjes in dat oog, of de suggestie daarvan zeg maar, die teken je dus heel mooi in. En gecombineerd is dat dus echt heel mooi. Dus dat geperste houtskool met dat zwarte kleurpotlood. Ik zal even mijn hulplijntjes een beetje weghalen. En dit is mijn Kohinoor gumpotlood. Ook een heel fijn gummetje. Kun je gewoon slijpen. En ideaal hier wat licht in die wimperharen intekenen. Dat dat niet allemaal zo heel zwart wordt. Met de doezelaar maak ik nog hier en daar wat extra schaduwen. En als je in dit stadium bent, dan kun je dus steeds verfijnder gaan werken. Ik zorg trouwens wel dat het linkse oog, wat iets verder weg is, dat die ietsje waziger is dan hier dat rechtse oog. Dus daar mag die pupil echt knallen, terwijl ik dat linker oog ietsje getemperder hou. Hier teken ik de eyeliner nog even tussen die wimperharen in. De ooghoek is altijd tricky. En dus die ga ik ook nog ietsje meer bewerken. Doe dat met de doezelaar. En hou die ooghoeken ook een beetje wazig. Hou dat zacht. Maar je ziet dus dat je met dat geperste houtskool,
gecombineerd met dat zwarte kleurpotlood heel snel een heel realistisch effect hebt. En omdat het zo lekker snel werkt, kun je dus heel veel studies maken. Ook in verschillende hoeken. En goed letten op die lijnen dus. Dus dat die pupillen allemaal op één lijn zitten. Nou, heel veel succes met deze studie. Erg leuk om te doen. Ik hoop op een dikke duim omhoog. Vergeet ook niet even te kijken. Misschien is Patreon wat voor jou. Voor extra tips en dat ik je iets verder kan helpen. Ik zie jullie in ieder geval volgende week vrijdag weer. Met een andere tekenles. Groetjes van Lieneke.